In 2012 kwam ik in Arnhem wonen. Wat mij meteen opviel aan de stad was haar sterke sociale cohesie. Dat komt misschien omdat Arnhem de koploper in Gelderland en nummer 4 van Nederland is als het gaat om armoede. Ik ga in deze serie onderzoeken welke hulp er allemaal in Arnhem mogelijk is als je er even niet meer uitkomt met je financiën. In deze aflevering ga ik op zoek naar initiatieven voor kinderen. Met de kleinere rij. Ja, wat wil je? Een grote rinderij af en toe naar Duitsland. En op de markt mee inkopen doen. En de kinderen naar school, is dat duur? Nee, want als je onder een bepaald bedrag zit, dan hoef je geen eigen schoolgeld te betalen. Dus het is, dat wordt door de gemeente, de overheid betaalt het gewoon. 4,50 alsjeblieft. Ja. En dus ik betaal nu nog niks voor die kinderen. Straks als de oudste naar de middelbare gaat wel. Dat betaal je wel zelf, maar dan krijg je ook weer een deel terug als je onder een inkomengrens zit. Dus op zich gaat dat nog goed. Alleen de boeken worden wel duur. Dat wel, maar dat zien we dan alweer. De Speelstoet is een speelgoedbank voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Bij diverse uitgiftepunten kunnen kinderen 3 keer per jaar gratis speelgoed uitzoeken. Aanmelden gaat meestal via de Gelrepas, maar je kunt ook via een andere instantie zoals de huisarts of wijkcoach doorverwezen worden. Inmiddels staan er ongeveer 800 kinderen in het bestand van de Speelstoet. Ik heb afgesproken met Ellen Scholz net voordat er weer een uitgiftemiddag start. Zij legt uit waarom de Speelstoet is opgericht. De reden dat de Speelstoet is opgericht is omdat er heel veel mensen financieel in moeilijkheden zijn gekomen. Natuurlijk de laatste jaren al. Mm-hmm. Zo is natuurlijk de voedselbank heel erg bekend, de kledingbank. En hier in Arnhem was destijds eigenlijk geen speelgoedbank. Mm-hmm. En de armoede was behoorlijk groot. En we hebben eigenlijk de handen ineengeslagen om hier ook een speelgoedbank te kunnen oprichten. Juist voor die gezinnen. En wat bieden jullie voor speelgoed onder andere aan? We hebben eigenlijk voor alle leeftijden tot en met 12 jaar. Het is voor grotere kinderen moeilijker om aan speelgoed te komen. Maar we doen echt ons uiterste best om echt voor alle leeftijden geschikt speelgoed op voorraad te hebben. En vanaf welke leeftijd mag een kind hier speelgoed komen halen? Ja, het is eigenlijk van nul. Zo klein als ze zijn, kunnen ze aangemeld worden. Waar komt het speelgoed vandaan dat jullie hier hebben? Nou, eigenlijk komt het gewoon van bewoners uit de wijk. Mensen waar kinderen eigenlijk niet meer met het speelgoed spelen, komen het bij ons langsbrengen. Behalve tweedehands speelgoed zie ik ook veel nieuw speelgoed liggen. Waar komt dat dan vandaan? Ja, dat klopt. Er zijn ook personeelsverenigingen die Sinterklaas hebben gevierd en waar speelgoed van over is. Dat is nieuw speelgoed en dat brengen ze dan bij de speelgoedbank. En mogen ze kiezen wat ze willen of is er een limiet aan de hoeveelheid speelgoed die ze pakken? Nee, er is wel een limiet. Ze mogen een groot stuk speelgoed, een klein stuk speelgoed, een spel, puzzel, soms een knuffel, mogen zij per keer uitzoeken. Hoe werkt de Speelstoet? Hebben jullie betaalde krachten of is het vrijwilligerswerk? Nou, Speelstoet heeft eigenlijk allemaal vrijwilligers. En daarnaast werken er heel veel mensen vanuit CISA. CISA is een organisatie voor mensen met een beperking. De groep waarmee ik werk zet zich dagelijks in voor Speelstoet. Het mooie dubbele doel is dat zij echt zinvolle dagbesteding hebben of zinvol werk. En eigenlijk elke dag met plezier komen om speelgoed in te pakken, schoon te maken, te sorteren voor de arme kinderen. Wat vind je er zelf van dat zo'n speelgoedbank moet bestaan? Ja, het is heel erg belangrijk. In gezinnen waar het financieel moeilijk is, daar wordt als eerste natuurlijk het hoognodige aangeschaft. Dat is natuurlijk kleding en voedsel, dat moet er zijn. En waar het meestal bezuinigd wordt, is speelgoed. Maar kinderen hebben speelgoed nodig om zich te kunnen ontwikkelen.
Als je de aanmeldingen bekijkt van de speelstoet, wat valt je dan op? Ja, dat er toch wel heel veel mensen zijn die financieel in problemen zitten. Of in de schuldsanering. Of ja, mensen die uit elkaar gaan. Ja, je staat in één keer voor een financieel probleem vaak. Dus het is heel fijn om deze mensen te kunnen helpen. En bij zo'n uitgifte, wat doet dat dan met je als je ziet dat die kinderen hun speelgoed krijgen? Ja, het is ontzettend fijn als een kind met een grote glimlach en een mooi stuk speelgoed hier weggaan. En dat ze je bedanken en vrolijk de winkel verlaten. Voordat de uitgifte begint, spreek ik met een van de vaste vrijwilligers, Jeannette Derksen. Ik vraag haar wat ze bij de speelstoet doet. Voornamelijk in het magazijn hier. Ze hadden niemand in het magazijn die zeg maar hier de boel op orde kon houden. En op de afdeling zijn de cliënten en Ellen en de begeleiders bezig om de cliënten zeg maar te verzorgen en te begeleiden. En toen bleef het hier een beetje steken. Dus toen kwam ik hier, toen dacht ik, oh, hier is veel werk te doen. Dat lijkt me wel leuk, weet je, om een beetje ordenen en zo. Jij schept eigenlijk orde in de chaos. Ja, dat vind ik wel heel leuk om te doen, ja. Ja, en dat gaat me ook wel redelijk goed af. En welke controle pas jij toe op het speelgoed? Speelgoed komt binnen. Dan wordt het wel uitgezocht, zeg maar. Dit is vuil, dit is stuk, dat kan niet. Dat wordt dan wel geselecteerd. En alles wordt dan en daarachter in het rek, hebben we grote bakken, daar worden dan de spulletjes een beetje gesorteerd. Van er is iemand die speelgoed verzorgt, waar een batterijtje in zit, worden de batterijtjes van vervangen. Iemand die maakt het schoon, iemand legt een puzzeltje. Ze maken bijvoorbeeld Playmobil, Knex, allerlei dingen maken ze pakketjes van. En als dat gemaakt is, dan komt het weer hier naartoe en dan zetten we het hier eigenlijk zo in de schappen waar we dat weer uit kunnen halen. En wat vind je van het initiatief of de reden dat speelstoet bestaat? Ja, eigenlijk wel heel triest dat het moet, hè. Maar aan de andere kant ook wel weer heel goed. Want je ziet toch ook dat er bij andere mensen wel heel veel luxe is, waar dus ook veel overdaad is, wat dan hier ook weer terechtkomt. En wat er weer een goede plek kan krijgen. Via de vele weggeefhoeken die Arnhem rijk is, ontmoet ik Brenda Labui. Zij stelt in het najaar kerstpakketten samen voor de minder bedeelden. In de zomer organiseert ze in Elderveld de Nationale Buitenspeeldag. Deze dag wordt landelijk gevierd en heeft als doel kinderen te stimuleren om buiten te spelen en te sporten in hun eigen buurt. Brenda woont in een flat met haar man en 3 kinderen. In de knusse huiskamer legt ze me uit waarom ze dit doet. Ik ben eigenlijk deze dag begonnen omdat er veel kinderen in deze buurt wonen. Ik heb dit eigenlijk ook gedaan voor het feit dat er heel veel kinderen niet buiten spelen, maar toch dagelijks het liever achter de computer gaan of op de telefoon of op de tablet. En er is gewoon weinig activiteiten hier voor de kinderen sowieso in Elderveld. Dus mijn idee was eigenlijk van, nou, ik kwam een keer te horen via de tv Nickelodeon dat er een nationale buitenspeeldag was. Ja. En eigenlijk ben ik daar gaan onderzoeken van, nou, wat houdt het eigenlijk in en wat kan ik doen om dit eigenlijk van tafel te krijgen. Of op tafel, hoe je het noemen wilt. En ik ben eigenlijk het eerste jaar begonnen met 7 kindjes. Oh. Het was heel klein. Ja. En ook nog niet echt het idee en de wegen naar Rome bedachten hoe en ik dit zou kunnen aanpakken. En, maar dat was al hartstikke leuk. Ja. En wij hebben sieraden gemaakt op een kleedje in het grasveld. En dat was prima zo. En die jaar later ben ik op zoek gegaan naar donateurs. Mm-hmm. En dat was niet makkelijk. Nee? Hoezo niet? Nou ja, goed. Ik ben in principe een niemand. Ik ben een moeder van 3 prachtige kinderen. En ik probeer iets op touw te zetten. Maar zolang jij geen stichting bent of een bedrijfje of een goede doel, dan willen de mensen, de bedrijven eigenlijk in dit geval, jou niet sponsoren. Omdat ze dat niet terug kunnen declareren van de belasting. Ja. En dit jaar is de hoeveelste keer dat je het opneemt? Dit wordt de 6e keer. 6e keer? Ja. En ja. Hoe gaat het met de voorbereidingen nu? Druk. Ja? Ik ben zo druk dat ik eigenlijk gewoon ook... Je raakt er gestrest van. Mm-hmm. En dat merk ik wel aan mezelf. Ik wil gewoon dat het gratis is voor de kinderen. En dat hoor ik heel veel. Nou, wat moeten we betalen? Wat is de entree? Nee. Ik wil gewoon dat het gratis is. Het is zo belangrijk dat de kinderen plezier hebben naar buiten komen. En er zijn zoveel mensen ook in deze tijd van het jaar die het financieel niet breed hebben, dan is
dit zondagje. Ja. Gewoon een hele leuke toevoeging. En echt een dagje uit eigenlijk. In principe wel, want er is gewoon van alles te doen. Wij kunnen als gezin zijn ook niet zomaar even naar de Efteling of weet ik veel wat. Het kost allemaal een heleboel geld. En ik ben dit eigenlijk een beetje begonnen puur om mijzelf een beetje uit de sleur te halen hier thuis. Toen werkte ik nog niet, was ik gewoon fulltime moeder. En dat blijf ik natuurlijk ook, maar ik ben altijd thuis. Ja. En dat ging vervelen. En je zegt zelf, financieel hebben wij het ook niet breed. Nee. Zit je in een schuldhulpverlening? Ja. Ja. Oké, hoe lang al? Nu anderhalf jaar. Anderhalf jaar. Ja. Dat is behoorlijk lang. Dan moet je dus ook nog anderhalf jaar in de schuldhulpverlening. Ja. Hoe gaat dat? Ja, hoe gaat dat? Je moet gewoon roeien met de riemen die je hebt. Is niet makkelijk, niet altijd. Ik heb geluk natuurlijk met mijn ouders die me af en toe bijspringen. Ja. Of dat heb ik dan wel geluk mee. Ja. En wil je vertellen hoe het komt dat jullie in de schulden zijn geraakt? Nee. Oké, dat hoeft niet. Nee, dat hoeft voor mij niet op de kamer. Nee, ik wil niet anderen op de... ik zou hem graag aan de schandpaal willen nagelen, maar dat ga ik niet doen. Nee, duidelijk. Ik wil geen medelijden, hoef ik ook niet. Oké, als je dat niet wil, is dat... Nee, dat is gewoon iets wat tussen in dit gezin is. En dat jullie mogen dat rustig weten, maar dat hoeft voor mij absoluut niet op tv. Nu gaat het gelukkig allemaal wel wat beter. Dus leefgeld gaat gelukkig nu ook omhoog. Mijn man heeft een vast contract gekregen sinds vorige week. Ja, dus daar zijn we heel blij mee. En goed, van de 14 jaar tot we zo zitten, nou, nog anderhalf jaar... Ja. Nog gaan. Maar dan vind ik het wel bijzonder dat als je zelf niet, je hebt het niet breed, dat je dan toch probeert om voor een ander ook nog iets erbij te doen. Ja, nou ja, goed, het zal wel een aard van het beestje zijn, denk ik. Ik zorg graag voor een ander, misschien te. En dat heb ik ook wel vaker gehoord, dat ik daar al gas terug op moet nemen. Maar een aardig woord is soms al genoeg naar mensen. Het is zo, als je tegenwoordig de straat op gaat en je zegt goeiedag, dan je krijgt niks meer terug. Bijna. De mensen zijn opgefokt en stress. Maar goed, dat is de maatschappij van nu. Als ik dat zou kunnen veranderen, hè, gewoon een klein, heel klein beetje. En dat is, de buitenspeeldag speelt daar een grote rol in. Mm-hmm. Om mensen een keer te laten lachen. Mm-hmm. Nou, dan ben ik tevreden. Dan is het goed. Nou, ik vind het noemenswaardig. Om je kinderen te leren omgaan met geld, kun je heel goed winkeltje spelen. Voor kinderen is het goed om op hun eigen niveau dat te gaan doen. Dus met peuters ga je echt winkeltjes spelen. Als die zeggen iets kost 100, dan betaal je ook 100. Zijn ze iets ouder, dan ga je daar ook op in. Is het iets goedkoper? Waarom is dat zo duur? Oh, dan is die wel heel erg mooi. Als je dat zo doet, leren kinderen op die manier al een beetje omgaan met geld. Op een gegeven moment krijgen de kinderen zakgeld en mogen ze gaan sparen voor iets. Als een kind 1 euro heeft, denkt hij dat hij er al bijna is. Nou, mijn zoontje ging sparen voor een Lego-doos. En hij dacht dus echt dat hij er bijna was. Toen hebben wij tot 44 euro was die. Dus 44 vakjes gezet. En voor iedere euro mocht mijn zoontje een kruisje zetten. Zodat hij duidelijk kon zien hoe ver hij was met sparen. Dit werkte heel erg goed. Ook neem ik als gastouder regelmatig de kinderen mee boodschappen doen. En als we boodschappen doen, zorg ik altijd dat ik contant geld bij me heb. Zodat de kinderen ook zelf mogen betalen en leren dat je dan, hoe duur het ongeveer is, dat ze centjes terug kunnen krijgen. Door contant geld mee te nemen, leren de kinderen beter de waarde van geld kennen. Kinderen moeten ook leren dat ze fouten mogen maken met geld. Zo ging ik laatst met mijn zoontje naar de stad. Hij kocht een Lego poppetje. Mama, wil je dat voorschieten? Natuurlijk doe ik dat. Komen we thuis, dan wou hij het niet uit zijn spaarpot halen, want dat vond hij zonde van zijn centjes. Want dan moest hij langer sparen voor waar hij voor aan het sparen was. Op de website van Nibud zijn allerlei financiële tips te vinden. Zelf heb ik hier ook opgekeken en heb ik de financiële opvoedwijzer gevonden. Op deze opvoedwijzer staat vermeld dat kinderen vanaf 6 jaar ongeveer zakgeld kunnen krijgen. Vanaf 10 jaar dat het verstandig is om een eigen rekening te gaan openen met een bankpas erbij, zodat kinderen ook leren omgaan met bankpas en hoe ze moeten pinnen. Vanaf 14 jaar mogen kinderen gaan werken en zullen ze gaan leren dat werken loont. Ik ben nog bij de speelstoet waar de uitgiftemiddag is begonnen. Het is een drukte van je welste. Ik spreek een moeder aan die hier samen met haar 2 zoontjes is. Zij heeft de Gelderpas en kan daarom van de speelstoet gebruik maken. Ik doe een rood
Of daar, met een schilderijtje met allemaal wolven. Nee, ik wil voor de robot. Goedemiddag. Nee, ik wil ook een robot. Hoi. Oh. We willen een robot, hoorde ik net. Je bent speelgoed aan het uitzoeken, zie je? Ja. Waar zijn jullie naar op zoek? Nou, we wilden eigenlijk een fiets, maar we zijn die helaas misgelopen. Oké, jammer. Nou ja, ik hoor net dat meneer hier een robot wil die hij net heeft gezien. Okay. Ik een robot. Jij wil een robot. Ja. En wat wil jij dan? Ik wil deze auto. Een auto. Kom jij hier vaker speelgoed halen? Nee, dit is mijn eerste keer dat ik kom halen. We zijn wel wezen brengen. Oké. In het verleden. En wat heb je gebracht? Nee. Nou ja, Sjefine, wil jij het even zelf vertellen? Een skelter. Had jij een skelter gebracht? Ja. En die wilde jij niet meer? Nee. En toen dacht je, ik ga andere kindjes blij maken. Ja. Wat goed van jou. En hoe vind je dat fijn, dat de speelstoel bestaat? Ja, fantastisch. Het is inderdaad voor de minima is het, als je speelgoedwinkel binnenloopt, is het schrikken. Ja. En dit is een klein feestje natuurlijk. Ja. Gewoon mag iets uitkiezen. Wauw. Soms zit er wel wat leuks in en soms niet. Het is afwachten. Het is, Want mag ik vragen wat de reden is dat je de gelden pas hebt? Ik ben pas in de bijstand terechtgekomen. Oké. En vandaar. Dat is geen pretpop natuurlijk? Nee, niet echt. Vooral nu met 3 kinderen. Dus, ze hebben het gevoel. Hoe probeer je dan de eindjes aan elkaar te knopen? Dat is nog even pas aan meten. Met de behulp van mijn wijkteam en een begeleider via een zorgbureau. Passen en meten en met hulp van een speelstoet is dat leuk voor de kleine dingetjes nog. Ja. En hoe gaat dat met kinderen als je kinderen hebt die in de groei zijn? Lukt het je om ze uit te leggen dat niet alles mogelijk is? Het is wel lastig, maar ze accepteren het wel. En met kleding kunnen we gelukkig kleren aan elkaar doorgeven. Mm-hmm. Kledingbank hebben we trouwens ook nog. En volgens mij komen ze niks tekort. Tenminste, dat denk ik graag, dat ze niks tekort komen. Ja, dus, Ook ontmoet ik een familie met 4 kinderen die gevlucht is uit Syrië. Ze hebben niet veel geld en komen daarom bij de speelstoet. Wat wil jij uitzoeken? Ik kies deze. Een mooie auto? Ja, en ik heb ook nog daar een bal gekozen. Ja? Want ik hou van voetbal. Oh, je houdt van voetbal? Zit je zelf ook op voetbal? Ja. Ja, voetbal en drill. Ja, gaat het goed? Goed. Ik heb. Vind je het fijn dat je hier speelgoed mag uitzoeken? Ja. Ja? Heel fijn. Heel fijn. En wat kies je meestal? Ja, als ik hier kom, kies ik een auto en dan kies ik een bal. Mm-hmm. En knikkers en zo. Ja. U komt bij de speelstoet omdat u de geldenpas heeft? Ja, voor de geldenpas. Ja. Geen verhuur. Ja. Ja, lastig. Dank je wel voor spelen, kinderen. Ja. Nou, we zijn mooi geslaagd, hè, jongens. Goed. Zo, wat hebben jullie allemaal uitgekozen? Ja, wat hebben jullie allemaal uitgekozen? Ik heb allemaal gekke blauwe zwemvliezen. Ja. En ik heb nog zo'n auto van als je hem laat rijden. Tegen de muur aan gaat en dan omrijden en dan weer terugrijden. Wat cool zo. Zeg. En 2. Pinkeltje zoeken. Oké, okay, en een robot. En nog 2 mooie puzzels. Baby schildpad. Oh, wat lief. En is mama ook tevreden? Mama is zeer tevreden. Ja hoor, die zijn weer een paar weken zoet. Voor kinderen zijn er in Arnhem meerdere organisaties die hulp bieden als ouders weinig inkomen hebben. Een van die organisaties is het Jeugdfonds Cultuur. Ze hebben een kantoor in Rozet. Ik spreek met Sandra van Winden en Jolande Kaptein en vraag ze wat het fonds precies doet.
Wij houden ons voornamelijk bezig met het motiveren en stimuleren van kinderen om vooral deel te nemen aan kunst- en cultuureducatie. Daarvoor de doelgroepen waarbij het niet zoals vanzelfsprekend is dat ze hier aan meedoen. Dus vooral ook de kinderen bereiken die niet van huis uit meekrijgen om mee te doen met kunst- en cultuureducatie. Zoals muziekles, dansles, hiphop, noem maar op. Tekenen, schrijven. Het is niet hetzelfde als de Gelderpas. Nee, het is niet hetzelfde als de Gelderpas. De Gelderpas is eigenlijk de voorliggende regeling. Dus mensen die weinig geld hebben, die kunnen in aanmerking komen voor een Gelderpas. Er is een groep die daar niet onder valt. En het kan zijn dat ze in de schuldensanering zitten. Het kan zijn dat het ZZP'ers zijn met laag of wisselend inkomen. Dus die mensen kunnen daar dan voor in aanmerking komen. Dus eigenlijk mensen die te veel verdienen bij de Gelderpas, maar nog steeds op een laag inkomen zitten, kunnen dus aankloppen bij Jeugdfonds Cultuur. Ja. Wat is datgene dat jullie bieden als Jeugdfonds Cultuur? Maar er is een maximale vergoeding van €405 per jaar. En dat is een hoger bedrag dan bij sport, maar dat komt omdat cultuurlessen over het algemeen ook wat duurder zijn. En voor dat bedrag kunnen kinderen lessen volgen of een deel van het bedrag kan gebruikt worden om een instrument aan te schaffen of kleding, balletkleding of zo. En jullie werken met intermediairs, dus bijvoorbeeld een leraar op school zegt ik heb een kind in de klas en die wil heel graag vioolles volgen. Ja. Hoe gaat het dan in zijn werking? Hoe werkt dat dan, het aanmeldproces? De intermediair die kan op de website een aanvraag doen en die moet dan de gegevens van de ouders daar wel bij vermelden. Die moet ook een soort check doen van komt dit gezin in aanmerking? Hij hoeft niet tot in detail de inkomsten te weten, maar wel een verklaring dat er onvoldoende geld is. En die aanvraag die komt dan binnen, daar gaan we naar kijken. Kijken ook of die cultuuraanbieder waar dat kind les wil hebben, of die al in het systeem staat. En ja, zo niet, dan nemen we daar contact mee op. En dan wordt het meestal binnen 2 weken wordt duidelijk of dat kind voor dat bedrag in aanmerking komt. En mag een kind of een ouder elk jaar opnieuw een aanvraag bij jullie doen? Ja. Ja? Ja. Er is geen beperking, is gewoon €405 per jaar wat er per kind beschikbaar is. Ja, ik heb een gezin, er zijn 3 jongens en die spelen op verschillende instrumenten. En die doen dat al voor 3e of 4e jaar. Ik krijg ieder jaar weer opnieuw de aanvragen, dus zodat ze door kunnen. Ja. Kun je ook iets meer uitleggen wat je verder doet voor het Jeugdfonds Cultuur? Naast bekendheid zijn het projecten die we ook ondersteunen. Soms krijgen we ook gelden van verschillende serviceclubs, waar we ook heel dankbaar voor zijn. De Rotary en de Lions, die houden dan een concert en die gaan geld inzamelen. En dan krijgen wij gewoon een leuk bedrag waarmee we een project kunnen opzetten. Zo hebben we ook muzieklessen in Malburg voor elkaar kunnen krijgen. Dat er ook de kinderen naar de zetten, geloof ik. Ik heb per maand geloof ik 30 kinderen die daar actief muziek maken, zodat de docenten betaald kunnen worden. Dus dan hoeven de kinderen niet in te schrijven voor een les of cursussen, maar betalen wij gewoon de docent en is het er en dan zorgen we wel dat kinderen er naartoe gaan. Hoe kunnen ouders daar zich op inschrijven of kinderen? Waar wordt dat bekendgemaakt? Dat is meestal op de scholen. Ja, dat is de kortste link en in de buurthuizen. Bij de leerkrachten op school die dat dan weer door kunnen geven of dat in de nieuwsbrief komt van de school. Mm-hmm. Ja. En jij behandelt zelf de aanvragen. Ja. Als je dat leest, hè, wat lees je dan? Wat zie je dan? Nou, ik vind het echt wel schokkend om te weten ook al dat 1 op de 9 kinderen in armoede opgroeit. Mm-hmm. En dat je dan je realiseert dat er dus in iedere schoolklas 3 kinderen zijn. En hoop je dan dat ze zichtbaar genoeg zijn, hè, zodat iemand zich hard voor ze gaat maken, een leerkracht. Of dat het gezin toch de schaamte overwint en bij iemand aan durft te kloppen. Want het is voor kinderen ontzettend belangrijk, ook voor de ontwikkeling van hun persoonlijkheid, dat ze... dat ze dit soort dingen doen. Het is goed voor je zelfvertrouwen als je muziek gaat maken of toneel gaat spelen. En nou ja, dat kan ze gewoon toch uit de situatie helpen op enig moment. Dus ik vind wel dat er nog een grotere bedoeling achter zit dan. Hè? Ja. De Nederlandse zomer is grillig. Behalve veel zon valt er ook veel regen. De buitenspeeldag in Eldeveld moet worden geannuleerd. In plaats van een grasveld vol spelende kinderen tref ik Brenda compleet verregend aan in een partytent. Hoi! Wat is er gebeurd? Slecht weer. Je hebt helemaal af moeten zeggen. Ik heb alles moeten annuleren. Jeetje. Alles voor niks.
En springkussen, snoep, alles. Zelfs de springkussen was ingestort door de harde regen. Dat meen je niet. Ja, dus dat was wel een van de hoofdredenen om de boel af te lassen. Jeetje. Ik wil niet dat er ongelukken gebeuren, dat de kinderen gewond raken. Of weet ik veel allemaal wat, maar het was geen houden aan. Nee. Alles voor niks. Alles voor niks. Oh, hoe voel je je nu? Ik heb de hele middag gehuild. Ik ga me nu groot houden. Ja. Maar nee, ik vind het echt heel erg. Ja. Ja, er zit zoveel tijd en energie in en het is allemaal voor niks. Ja. Ik hoop dat ik de vergunning mag verlengen. Mm-hmm. Dat ik hem naar volgende week mag verschuiven. Oké. Okay. Ja, ik zit met 300 snoepzakjes en anders kan ik dat allemaal weggooien. Ja. Met al die spullen die ik heb en het is gewoon zonde. Maar je bent hier helemaal alleen? Je had toch vandaag mensen die jou zouden helpen? Ja, ze zijn de tenten en zo aan het afbreken inmiddels. En dit is de laatste tent die nog staat. En vanochtend om 7 uur was ik al bezig met de hele speeltuin versieren. Het hele terras had ik opgezet. Alles was klaar. Vreselijk. En dan om 12:30 barstte helemaal open en er kwam geen eind meer aan. Nou, dan houdt het op. Ja. Dan moet ik gewoon annuleren. Ja. Ja, ik baal echt heel erg ik voor je. Ik vind het echt, ik heb gewoon echt zelfmedelijden. Voor het eerst in mijn leven voel ik me heel zielig. Ja, maar vooral omdat ik er zoveel tijd en energie in heb zitten. Ja. En voor de kinderen. En ik vind het echt heel erg. Ja. Ja. Als ik Brenda een knuffel geef, dan breekt ze. Ze heeft hier maanden aan gewerkt. De dag erna belt ze met de gemeente of ze de buitenspeeldag niet een week later mag houden. Maar ook die week vliegen de code geels door de lucht. Ze belt tenslotte met het sportbedrijf Arnhem. Na lang aanhouden mag ze gratis gebruik maken van de sporthal Eldeveld. Het is uiteindelijk geen buitenspeeldag, maar een zeer geslaagde binnenspeeldag geworden. En vindt u vakantie nou een noodzaak of is het een luxe? Nu is het een luxe, ja. Ik ben al aan het inslaan, want morgen is het zover. De caravan staat er al, alles is er klaar. Dus we gaan nu een paar maanden lekker pieren waaien.